Dat baart me wel zorgen, ja. Ja. En waarom? Nou, dat we niet meer de toegang hebben tot zorg zoals het altijd geweest is. Het wordt gewoon ten eerste onbetaalbaar. Dat het niet altijd even goed bereikbaar is voor iedereen. En de premies zullen zo hard gaan stijgen op den duur, vooral de minder bedeelden, tekort zullen gaan komen. De bereikbaarheid van bijvoorbeeld de huisarts is denk ik op dit moment goed. Ja, ik denk dat dat een heel complex is van wat 30 jaar geleden al ingezet is bij het privatiseren van de zorg. En ik denk dat we daar de vruchten van plukken. Dus ik denk, op deze manier blijft de zorg niet betaalbaar. Ik heb wel echter mijn twijfels over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld extra zorg zoals een psycholoog of een bejaarde tehuis. Dat denk ik dat het minder bereikbaar is als we het hebben over de wachttijden en dat soort dingen. Dus ik denk dat het steeds digitaler en steeds meer op afstand wordt. Uiteraard komt daar technologie op die daar steeds beter in worden, maar ik weet niet, ik mis toch persoonlijke contact daarmee. Ik denk dat juist de technologie, de ontwikkelingen in de zorg, dat die alles onbetaalbaarder maken. Want we willen allemaal ouder worden en daar heb je nieuwe technologie voor nodig. En dat is gewoon peperduur, onderzoeken, ontwikkelen. Innovatie. Ja. Vooral digitalisering, communicatie, dat veel meer op afstand kan. Meer met foto's van kwaaltjes, die je dus kunt laten keuren op afstand. Door snellere scans of snelle technologieën, sneller kunnen zien wat voor aandoeningen je hebt. Op operatiegebied, zeg maar. Ik bedoel, die vooruitgang is natuurlijk wel heel goed. Alles wordt tegenwoordig meer technologie, AI. Dus het is wel de ene kant is wel goed. Maar je kan nooit zeg maar de human perspective replacen met robots en zo. De human touch en zo kan je nooit replacen met robots. Ja, mijn broertje gebruikt een app dat hij kan slapen. Onder zijn kussen legt hij zijn telefoon aan en houdt hij bij. Wat je slaappatroon is, wanneer je diep slaapt en dan wekt hij hem precies op het juiste lekker moment. Ik zou willen dat we bijvoorbeeld chips hadden die 24/7 je lichaam zouden scannen. En dus op je smartphone bijvoorbeeld of iets anders wat we dan hebben, laten weten dat er dus iets mis is of dat er iets niet goed is of dat je bijvoorbeeld een vitamine tekort hebt. Ja, ik kijk de zorg er wel in, inderdaad, ik kijk er wel in. Maar ik zeg al, ik snap van heel die waarde, snap ik helemaal niks van de bloeduitslagen. Ik noem maar iets, hè. Daar snap je niks van. Ik maak ook gebruik van een cyclus-app, waarin ik dus mijn eigen menstruatiecyclus bijhoud. Zodat ik beter inzicht krijg in hoe ik me voel en hoe ik me kan voorbereiden op de dagen dat het wat minder is. Want ik heb een hartconditie, dus met mijn smartwatch is makkelijk om alles bij te houden. Dus ja, grote rol zou ik zeggen. Veel killer en kouder. Veel meer op zichzelf. En dat is nu al heel erg op zichzelf. En eenzaamheid is toch wel een dingetje waar ik het meest bang voor ben in de toekomst. En vooral personeelstekort maak ik me heel erg zorgen over het vak. Ja, je zorg wordt duurder, maar je krijgt er minder voor terug. Ik denk dat er veel van de mensen zelf gevraagd wordt om zorg te bieden aan een ander. Ik hoop over 10 jaar dat er meer technologie is en dat we daar ook op een betere manier gebruik van maken en dat het juist ons alleen maar helpt. Ik denk dat het steeds meer de basis steeds kleiner wordt en ik denk dat je steeds meer zelf uit moet gaan zoeken naar je eigen zorg die jij dan nodig hebt en vooral daar zelf achteraan moet blijven gaan. Ik denk dat het beter is dat de ziekenfonds en de particuliere zorg weer terug gaat komen. Ik denk dat het een hele goede zou zijn.